Hoi, welkom bij vlog nummer 48 alweer. Mijn naam is Mirjam van mirjammolenbeek.nl en in deze vlog neem ik je weer eens eventjes mee achter de schermen. En achter de schermen betekent dat ik laat zien wat er bijvoorbeeld nieuw in de webshop binnenkomt en waar ik mee bezig ben, maar ook gewoon wat we met het gezin aan het doen zijn. En er komen een paar hele gezellige dagen aan. Hier in Scheveningen, Den Haag, zijn de kinderen maandag en dinsdag vrij. Dinsdag omdat het Prinsjesdag is en eigenlijk wordt daar elk jaar dan op maandag een soort margedag voor geplakt. Dus het is, als ik dit op begin te nemen, donderdag 16 september. Morgen vrijdag 17 september is mijn oudste dochter jarig. Eline wordt 9. Dus het weekend zit eigenlijk vol feest. En na het weekend gaan we ook iets heel erg leuks doen. Dus ja, een beetje van alles wat achter de schermen. Ik hoop dat je het gezellig vindt om naar te kijken. Als je achter mij kijkt, dan zie je nieuwe kleuren. Dat valt je misschien helemaal niet op, maar ik heb dat net aangevuld. Dat is de Kremke Baby Soft. Dus dat is een 100% DK Merino Superwash. Dus kan in de wasmachine. Maar wel op een, het is op een hele verantwoorde manier superwash gemaakt. Dus wat minder milieu-onvriendelijk dan het normale proces van wol superwash maken. Dus dat heb ik nieuw binnen. Nieuwe kleurtjes, de groene en de lichtgroene. En de rest van de kleuren zijn aangevuld. Ik heb een fantastisch pakket, een sweater care pakket van Coco Knits binnengekregen. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Daar zitten namelijk hele handige tools, alle tools die je nodig hebt om je trui goed te blokken. En wat er ook in zit, als ik een foto kan vinden, dan zet ik hem hier even tussen. Maar wat er ook in zit, is een soort van, hoe moet je dat uitleggen? Een soort, geen wiegje of zo, maar dit ziet er een beetje uit als gaas. Ik kan het niet uit de verpakking halen, want het is echt een hele mooie, het zit helemaal mooi ingepakt. Dus als ik dat er nu uit ga halen, krijg ik het nooit terug zoals ik het heb binnengekregen. Maar er is vast een foto te vinden, dus die voeg ik even tussen. Maar dat is dus super handig, want waar ik truien in het begin of vesten altijd echt blok en opspeld, is dat niet altijd nodig. Het vest bijvoorbeeld wat ik aan het breien ben van Petite Knit, daar twijfel ik überhaupt over of ik dat de eerste keer zal gaan wassen. Of dat ik het gewoon lekker gelijk zal gaan dragen. Want het model is helemaal prima zoals het is. Het is een ribbelsteek, dus ja, die heeft meestal niet heel veel blokwerk nodig. Maar super handig dus, want dat ding wat erin zit in dat pakket, daar kunnen we het gewoon ook inleggen. En dan kan het drogen aan de lucht zonder dat ik het helemaal op hoef te spelden. Dus dat is eigenlijk, ja, voor alles wat je ook sjaals die je ooit wel heel erg goed geblokt hebt, als je die weer een keer wast, meestal behouden ze de vorm daarna wel goed, maar is het wel lekker om in dit ding te laten drogen. Dus alleen al daarvoor is het een super fijn pakket. Wat heb ik nog meer binnengekregen? Oh ja, nieuwe kleurtjes Stellaris. Deze. We gaan natuurlijk een beetje richting de feestdagen. Dus ik was al gek op glitter, maar met feestdagen in de aantocht helemaal. Deze kleur had ik nog niet. Er zijn nog meer kleurtjes die ik niet heb. Die, sommige vul ik aan per keer dat ik bestel. Maar hij past bijvoorbeeld heel mooi bij de paarse die ik hier heb. Ik zie daar een Hamilton Tweed liggen, waar die fantastisch goed bij zou passen. Stel dat je het vest wil maken wat ik aan het maken ben, de Balloon Jacket van Petite Knit. Dan zou die ook heel mooi gaan met de Hamilton Tweed Lavendel en dan deze erbij. Ik kan wel even pakken trouwens, klein momentje. Kijk, deze is dat. Dus voor de mensen die graag een beetje richting het lavendel gaan voor een vest, is dit een hele mooie. Even kijken welk kleur nummer 29 is dat. En deze, ja, die kan eigenlijk niet missen als je die in de webshop ziet. Maar dat is kleur 187. Dus daar heb ik een nieuw kleurtje van binnen. Ik heb een nieuw kleurtje van de Silky Kid Mohair. En dat is deze. Echt een beetje een rode, want die had ik eigenlijk nog niet, dit soort kleuren. En die gaat heel erg mooi met de
Dus ook weer met het idee, heel veel mensen zijn me aan het mailen over de balloon jacket, dat ze hem ook willen gaan maken. Dus even om wat kleurencombies te geven. Natuurlijk voor elk project waarbij je een worsted weave wolletje nodig hebt met een draadje mohair is deze mooi. Maar dit is de Hamilton Tweed. En dit is kleur nummer 120. En dit is dan de 052 Silky Kit. Maar hij gaat bijvoorbeeld ook mooi bij de Erika Knight British Blue. Dus dit is een DK weight en dan met een mohair draadje erbij. Ik heb overigens geen echte daglichtlampen aanstaan, dus de kleuren zijn ietsjes anders. Deze is echt net even ietsjes roder, dus ja, kleurt gewoon mooi bij elkaar. Super blij mee. Ik mis ook nog heel veel dingen. Wat ik wel heb, zijn ook allemaal wolletjes voor de adventskalender, waar ik in de vorige vlog wat meer over vertelde. Dus dat gaat achter de schermen lekker door. Maar hoewel dit een vlog achter de schermen is, ga ik je toch ook daar niet in deze video niet meer van laten zien. Ik mis dus nog een enorme doos. Die zit nog vol met nieuwe kleurtjes Hamilton. En ook aanvullingen van alle kleuren die er zijn. Oh ja, ik heb ook van de Lazy Linen. Zie je hem ineens achter me liggen. Heb ik nu een zwarte. Dus mooi voor al je colorwork. Als je zwart met naturel bijvoorbeeld wil. Maar goed, hij kleurt ook hartstikke mooi met de zalm. Beetje de rozige tinten. Dus die is ook nog nieuw. Maar ik heb dus ook nog een hele doos met ja, nieuwe kleurtjes Hamilton. En alle aanvullingen van de wolletjes die ik al heb. Er is alleen weer eens iets aan de hand. Ze zijn dinsdag twee hele grote dozen komen brengen. En ik dacht, hij gaat de derde doos uit de... want ik had, ik zou drie grote dozen krijgen. Hij gaat naar zijn busje. Ik denk, hij gaat die derde doos pakken. Ik had hier ook nummer 2 van 3 en 3 van 3 staan. Stond ook op de doos. En hij stapt in en hij rijdt weg. Dus ik kon ook niet vragen, hey, waar is die derde doos? Nou schijnt dat DHL helemaal aan het eind van de dag nog langs is geweest. Een ander busje wat dan die derde doos kwam brengen. Ja, dan ik was al weg. Vervolgens gaan ze het woensdagmiddag nog een keer proberen. Dan ben ik hier ook niet. Dus ze komen altijd in de middag, altijd rond 5 uur of zo. En dan, ja, vaak ben ik hier dan al weg. En nu is het helemaal een... Want de link geeft nu aan dat hij op een of ander depot richting de snelweg ligt, die doos. Dat ik hem daar zelf op moet halen. Het briefje in de bus zei dat ze vandaag weer opnieuw zouden komen. Dus het is een mysterie. Maar ik hoop je toch ergens deze dagen te kunnen melden dat de doos boven water is. Het leven van een ondernemer, mensen. Het lijkt altijd zo super, alles leuk en alle bolletjes uitpakken. Maar je ziet, af en toe loopt het ook niet zoals je zou willen dat het liep. Geen probleem ook. Als het een dag later of 2 dagen later is, is ook helemaal goed. En anders dan gaan we de doos ophalen. Tegenwoordig kan dat nu we weer een auto hebben. Maar een half jaar geleden had ik toch echt met mijn handen in het haar gezeten van hoe ga ik die doos ophalen. Want het is gewoon ook een hele grote zware doos. Dat is het eigenlijk een beetje voor nu vandaag, donderdag. Nou, vanavond gaan we natuurlijk slingers ophangen en cadeaus inpakken, dat soort dingen, alles klaarleggen. En vanmiddag is het gewoon de kids uit school halen. Ik ga nog even wat nieuwe dingen in de webshop toevoegen. De prijzen van de Chiagoenaalden heb ik vanmorgen omhoog gezet. Ja, dus ik ga zo meteen thuis even lunchen. Dan nog even wat dingen in de webshop zetten. Kids uit school halen. Dan hebben we een kennismakingsgesprek online met de juf van Pieter. En dan nou, kabbelt de dag zo'n beetje voort, denk ik. Ik weet dus niet of ik vandaag nog meer film. Ja, morgen sowieso weer. Morgen wordt Eline 9. Toch wat bijzonder moment dat je allereerste kind verjaart. Dat kind wat je moeder maakte. Super bijzonder. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Ze is het vandaag op school aan het vieren. Want ze heeft een juf die ze eigenlijk 5 dagen in de week heeft. En dan om de 2 weken op vrijdag heeft ze een andere juf. Maar die is ziek. Dus er kwam nu een voor haar verder onbekende meester morgen. Dus zei ze tegen de juf, dan vieren we het donderdag. Want ik wil dat jij erbij bent. Dus zo heeft ze ook vandaag een verjaardag, morgen thuis de verjaardag en zaterdag de kinderfeestje. Slim geregeld. Ik ga lekker lunchen. Doei!
Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. In spring, rainbow trout and a hummingbird wing. Golden, I'll follow only golden, golden, golden things. Gold hair, gold ring. Hoi, vrijdag 17 september vandaag. Het is net na lunchtijd, vanmorgen vroeg opgestaan. Ik moet zeggen, Eline die sliep bij mij, want die is vandaag jarig. Die is vandaag 9 geworden. En ze sliep bij mij, dat is een beetje traditie dat de kinderen... meestal willen ze bij mij slapen of anders bij mijn man de nacht voordat ze jarig worden. En ik dacht, nou die gaat mij echt om 5 uur wakker maken. Maar ik werd om 6:30 wakker en toen lag ze rustig naast me te lezen. Dus dat was vrij rustig wakker worden. Toen natuurlijk weer lekker naar beneden, cadeautjes opengemaakt, slingers bekeken, dat soort dingen. Ze was heel erg blij met de verjaardag sokken. Ik zal even een fotootje hier tussen plaatsen. Ze had ze al een keer gezien, want ik heb ze tussendoor laten passen. Dit was niet zo'n last minute snel nog de sokken afbreien als bij Pieter. Ik had deze al op tijd af. Nou, voor eind oktober, dan is Aagje jarig, zijn de sokken ook al af. Heb ik al een keer in de vlog laten zien. En ik ben nu bezig aan de verjaardagsokken voor mijn man. Die is 2 november jarig, dus ik lig lekker helemaal op schema. Geeft wel rust. Vanmorgen even lekker een breiafspraak gehad met een vriendin. En ik wilde eigenlijk vandaag niet echt gaan werken. Maar de laatste doos is binnen. Jawel mensen. Niet gebracht door DHL, maar mijn man is zo lief geweest om vanmorgen naar het servicepunt te rijden. Dat echt belachelijk ver weg was. De doos ligt helemaal uit elkaar, maar gelukkig is de inhoud nog oké. Dus dat is allemaal goed gekomen. Ik zal zo even een beetje de inhoud laten zien. Dat kwam allemaal dus vandaag binnen en ik kreeg nog een hele stapel een nieuwe breinaalden net binnen. En aangezien wij een lang weekend hebben, waarin ik ook niet heel veel zou kunnen doen... dacht ik, nou, dan ga ik nu eventjes toch een uurtje of 2 werken. En dan ben ik strakjes thuis als Eline uit school komt. Gaan we lekker taart eten. En ze heeft voor vanavond besteld, ze wilde heel graag patatjes eten. Dus dat is makkelijk. Ik zal even laten zien wat er allemaal in de doos zat. Nou, het is één grote berg zo. Want ik haal dan altijd alles uit de doos. En dan moet ik even checken of alles erin zat. Komt ook nog wel eens voor dat de bestelling niet compleet is. Maar je ziet dat de doos, die hebben ze helemaal dichtgemaakt. Die was blijkbaar helemaal opengescheurd. Dus wat er met deze doos is gebeurd, is een mysterie. Maar hij is er, dus dat is fijn. Hier liggen dus alle wolletjes die daar nog in zaten. Ik zat net te kijken. Ik dacht, het is wel een mooi herfstpalet zo. Maar nou, de Camel Marled van Hamilton... Dit is, volgens mij is dit een nieuwe kleur grijs. Dus die ga ik straks in de webshop zetten. Dus een wat lichtere grijs van de Hamilton dan er al is. Of vergis ik me nou? De Tweed. Ja, dit is een nieuwe. Even een beetje in de kast te kijken. Maar je ziet hier in de kast, dat is een donkerder grijs. Dus een nieuw kleurtje Hamilton Tweed. Die ook weer mooi samengaat met de Silky Kid Mohair. Mocht je nog een optie willen voor je... Met deze bedoel ik, mocht je nog een optie willen, als je ook de balloon jacket van Petite Knit zou willen breien. Nou, dus lekker alles een beetje aangevuld, Loch Lomond. Hier zit niet echt meer iets nieuws tussen. Vooral een aanvulling, want ja, het prijsseizoen gaat zo meteen toch wel echt losbarsten. Dus ik ga eens kijken of ik nog plekjes kan vinden in de kast om alles aan te vullen. En anders dan komt het of naast de kast
of er bovenop. Daar is nog wat plek. Nou, ik had hier alle coconut spulletjes al lekker aangevuld. Ook de triangle stitch markers. De nieuwe earth tones. Hier zijn de Mirjam Molenbeek pins. Die het hartstikke goed doen. Super lief. Dank jullie wel. Nou, en hier liggen de sokblokkers. Dat zijn de... heb ik er nu nog maar eentje van. Maar van Coco Knits. Die ik vorige keer waar ik over verteld heb. De standaard. Waar je je patroon makkelijk op kan zetten. En dit zijn dus de nieuwe sweater care kits. Nou, daar heb ik al fotootjes van tussen geplaatst. En hier ga ik dus zo meteen alle breinaalden aanvullen. Nou, hier ligt de Harvest Cardigan. Want ik bedacht dat ik daar nog helemaal geen mooie foto's van heb gemaakt. Dus die gaat mee naar huis. En dan ga ik even kijken of ik met Eline dit weekend even tijd heb. En hier ligt de sok die ik dus voor mijn man aan het breien ben. Nou, dat ga ik wel redden voor 2 november. Het is ook echt een leuk wolletje. Is een merino. Even kijken, een handgeverfde merino van Kremke Solwool. Hij heet de Lazy Lion. Dit is kleur nummer 02, wordt veel gevraagd. En je ziet, het is een zelfstrepend sokgaren. Maar eentje die niet helemaal identiek wordt. Nou, dat vind ik juist alleen maar leuk. Met ook hele leuke kleuren voor onder zijn pak. En hier liggen ze in de kast. Er zijn nog veel meer kleurtjes van. Merino uit Zuid-Afrika, uiteraard mulesingvrij. Anders had ik het niet in de webshop. Ja, gewoon een hartstikke mooi handgeverfd sokkengaren. Dus helemaal blij hoe die opbreidt. Gaat lekker snel. In een van mijn favoriete tasjes van Sandra van Craftfulness. Die ze helaas niet meer maakt. En mijn pin ben ik heel blij mee. Ja, dus daar ga ik lekker aan verder. Nou, dan zullen hierna denk ik wat beelden volgen waar ik wat minder praat. Ik zal even kijken of we nog een stukje taart eten kunnen filmen. Kijken hoe dat loopt vanmiddag thuis. Morgen kinderfeestje van Eline. Dan zal ik proberen of ik ook wat kan filmen zonder de andere kinderen in beeld te krijgen. Heel leuk, want ze gaat een naaifeestje geven. Josephine Taylor Joe, waar ik al vaker over heb verteld, heb ik zelf ooit naailes van gehad. Eline had er van de zomer een naailes, hebben jullie ook in de vlog kunnen zien. Heeft ze er een leuke tas gemaakt. En morgen gaat ze met een hele club, uiteindelijk alleen maar meiden, gaan ze kussensloopjes naaien. En krijgen ze daar ook een kussentje bij, wat ze dus mee naar huis mogen nemen. Ik zal proberen of ik daar een beetje van kan filmen, zodat je de sfeer meekrijgt. Dan zondag, ja, even een beetje bijkomen dag. En ik zal denk ik nog wat werk gaan doen, want maandag hebben de kids dus een extra vrije margedag. En dan gaan we naar de Efteling. Kijken of ik daar ook wat leuke... ik neem daar ook altijd mijn sokken mee naartoe, want elke rij waarin je staat, kun je mooi even aan je sokken breien. Ik ga snel de spullen in de webshop zetten, zodat ik op tijd thuis ben om lekker taart te eten. Doei! Maria, hyper de piep! Hoera! Hyper de piep! Hoera! Hyper de piep! Hoera! Ja, je mag blij zijn een mens doen! Hyper de piep! Hoera! En wat heb je gewenst, Eline? Dat verklap ik. Dat verklap ik. Heel goed. Hallo, zaterdagochtend 18 september. Begin de dag vandaag even lekker met een wandelingetje. Vanmiddag is het kinderfeestje van Eline. En ik denk dat het slim is om daarvoor even lekker mijn hoofd leeg te lopen. Heerlijk ook, want het is 17 september, dus het 18 september. Het is eigenlijk het laatste weekend van de officiële zomer. Volgend weekend is het daadwerkelijk herfst. En ik geniet daar zo van. Ik
loop heel vaak in deze duinen eigenlijk. Ja, in elk geval één keer per week echt diep de duinen in. En meerdere keren per week eventjes kort. En ik vind het gewoon zo prachtig altijd om die seizoenen te zien veranderen. En ik denk dat de verandering tussen einde zomer en herfst, ja, dat is toch wel de meest duidelijke. En ja, de ervaring die je het meest ruikt, ziet, voelt. Ja, ik kan daar echt heel erg van genieten. Dus vandaag begint de dag met een wandelingetje. Daarna ga ik even wat bestellingen dus op de post doen. Want ja, dan zijn die gewoon lekker de deur uit. En dan kan ik maandag naar de Efteling zonder dat ik hoef te denken, oh, ik moest nog wat verzenden. En vanmiddag het kinderfeestje. Veel zin in. En ja, Eline heeft er natuurlijk helemaal veel zin in. Superleuk. Ik ga nog even genieten. Doei doei. En dan gaan we een stukje naar achter. Want dan zit hij vast. En dan gaan we nu verder naar voren. En ik kijk niet naar de naald. Ik kijk tussen de zijkant van de stof en de zijkant van het voetje. Vandaag zondag. Ik zei al, ik ga zondag even een paar uurtjes werken om wat in te halen. Want de komende week zit er bijna geen werkdag bij. Ik ben begonnen met opnames van de Declan's Head. Dat is de video voor oktober die dan in de online breicampus komt. Dus ik ben net begonnen met opnemen van de tutorials. En ik hoop daar vandaag een heel eind mee te komen. Tussendoor moet ik af en toe even een stukje breien, want ja, ik ga niet laten zien hoe ik 5 centimeter rib brei. Dat wordt een beetje saai in de video. Dus voordat ik dan verder kan met de volgende tutorial, moet ik tussendoor even een stuk breien. Ben nu lekker wat vlogs aan het inhalen om te kijken. Zit nu even te kijken naar It a Sarah, de eerste video weer van, of filmpje van na de vakantie. Filmpje 9 is het, geloof ik. Dus dat is heel fijn om je weer even te zien, Sarah. lekker om even terug te kijken en ja, daarvan te genieten. Man is met de jongste twee lekker eventjes naar buiten Delft, heet dat. Is een buitenwater, want het is echt wel heel erg lekker weer nu. Niet te warm, maar gewoon echt lekker nazomerweer. En Eline, de oudste, die heeft nu een kinderfeestje weer van een vriendinnetje. Dus het zijn echt verschrikkelijk drukke dagen. Maar goed, voor mij dus even een mooi moment om dit te kunnen doen. Daar ga ik dus vandaag mee verder. Heel veel meer zal ik niet filmen, want ik ga vanmiddag ook nog even verder breien. Omdat ik een paar goede samples wil hebben en alles echt goed uitgeprobeerd wil hebben voordat ik daar de tutorials voor op ga nemen. Voor het geheime project voor de adventstijd straks in december. Daar heb ik in de vorige vlog van alles over gezegd. Maar goed, het is een geheim project, dus ja, daar ga ik hier niks van laten zien. Ik heb wel al in mijn agenda gezet, ik geloof dat op 2 oktober gaan de pre-orders van de adventpakketten open. En die kun je dan tot 25 oktober kun je die bestellen. Als je precies wil weten waar ik het over heb, bekijk heel even mijn vorige vlog, want anders val ik te veel in herhaling. Maar dat ga ik vanmiddag doen en dat is geheim, dus dat ga ik niet filmen. Ik ga nu nog even lekker verder met de Declan's Head en ja, hopen dat ik een eind kom met tutorials. Dus als je wil leren kabelen, weer een reden om lid te worden of te blijven van de online breicampus. Ik heb er veel zin in. Ik vind kabelen altijd super leuk om te doen. Ik ga lekker even verder en ik denk dat de volgende beelden, dat we dan op weg zijn naar de Efteling. Ik zag al dat morgen een drukke dag wordt in de Efteling. We hadden eigenlijk een beetje verwacht dat het op maandag wat rustiger zou zijn en dan op dinsdag wat drukker. Dat blijkt nu waarschijnlijk andersom te zijn, of het zal een beetje hetzelfde zijn. Maar het is wel heel grappig, want overal, we zijn natuurlijk in Den Haag vrij vanwege Prinsjesdag dinsdag. En bijna elke school heeft dan de maandag daaraan vastgeplakt. En eigenlijk iedereen die je nu spreekt, ja, we gaan maandag naar de Efteling, ja, wij gaan dinsdag, ja. Dus dat is wel heel grappig. Ik ben benieuwd hoeveel mensen we tegen gaan komen. Ik ga lekker verder. Doei! Oh,
morgen. Klein beetje donker nog, want het is redelijk vroeg nog. We gaan zo naar de Efteling. Maar ik wilde je even laten zien. Dit stukje is er nog over. Ik heb gisteravond heel mijn balloonjacket. En ik was best wel ver. Ik had gisteravond nog heel veel eraan zitten breien. Maar ik heb alles uitgehaald, want ik kwam erachter. Dat debakel heb ik eerder gehad met een trui bottom-up. Daarom vind ik top-down toch altijd heel fijn, want dan kun je veel sneller, beter passen. Maar goed, ik had al het gevoel van, goh, het wordt weer redelijk groot en wijd. Maar ja, het is een behoorlijk groot vest, dus op zich moet die groot en wijd zijn. Ook als je hem plat legt en heen en weer breidt. Maar toen heb ik gisteravond een van mijn favoriete grote vesten even erop plat gelegd. En deze was al breder dan dat vest, terwijl hier aan de zijkant komen nog boorden aan. Ja, toen wist ik het al. Toen dacht ik, ja, ik heb dit nog niet eens gewassen en geblokt. Stel dat je dat ooit wil doen, dan wordt die echt zo erg groot. Dus ik heb besloten hem uit te halen, want ik dacht als ik doorbrei, dat vind ik echt zonde van de materialen die zo mooi zijn en zo fijn breien. En ik ga hem zeker opnieuw opzetten. Ik was bezig met een large en ik zal een small op gaan zetten. Maar nu eerst zo naar de Efteling. Oké, ik ben in de Efteling op dit moment. Het is al eind van de middag. Het was zo druk dat ik eigenlijk niet eens heb kunnen filmen. Het is dan ook heel lastig om te filmen zonder mensen in beeld te krijgen. Ik moet zeggen dat het me ook wel een beetje hoofdpijn opleverde. Het is toch na dat gekke jaar een beetje weer wennen om tussen zoveel mensen te zijn. We dachten, nou, zo'n maandag door de weekse dag is heel rustig, maar er zijn heel veel schoolklassen en het is gewoon mega druk. We hebben ook voor mijn gevoel echt heel weinig kunnen doen. Misschien dat ik zo meteen nog wat kan filmen. We gaan zo nog eventjes wat eten. En dan hopen we nog even een beetje wat van het Sprookjesbos mee te kunnen krijgen. Dus ik ga het proberen. Maar ja, als het daar ook weer heel erg druk is, dan wordt het lastig. Want ik kan gewoon niet zoveel andere mensen in beeld krijgen. De rest is nu even in de Villa Volta. En ik zit hier even een colaatje te drinken om bij te komen. Walk up the river. By my son, feet step over splinters of the moon. Hoi, het is nu dinsdag 21 september. Het is Prinsjesdag hier in Den Haag, dus de kids zijn nog vrij. Die zijn lekker aan het spelen. Eline is zodanig moe van de afgelopen dagen. Die ligt lekker op de eigen kamer een beetje bij te slapen en te kleuren, te knutselen. Ik ga de vlog afronden. We hadden een leuke dag gisteren in de Efteling, maar zoals ik al zei, het was erg druk. Dus iets minder beelden dan ik van plan was, maar toch nog wat met jullie kunnen delen. Vandaag dus thuis nog met de kinderen. Ik ben wel alle e-mails aan het beantwoorden. Ik ben nieuwe producten nog in de webshop aan het zetten, dat allemaal aan het aanvullen. Pakketjes gaan vandaag ook de deur uit, want we lopen even tussendoor heen en weer. Dus dat is allemaal wat er vandaag gaat gebeuren. Ik heb gisteren in de auto nog lekker verder gebreid aan deze sok. Dus dat schiet lekker op. En ik denk dat ik vanmiddag maar, als ik tijd overhoud, mijn petit knitvest opnieuw, de balloonjacket opnieuw ga opzetten.
Ik heb gisteravond het allerlaatste stukje helemaal uitgehaald. Ik ben super blij dat dat gelukt is. Meestal is mohair uit te halen echt een rotwerk. Maar hij gaat heel goed samen met die Hamilton. En daardoor kon ik ze ook allebei heel goed uit elkaar halen. Dus dat was wel heel erg fijn. Ik ga dus nu de maat small opzetten. En ik mag hopen dat ik jullie in de volgende vlog een heel stuk daarvan kan zien. En dat de maat dan iets beter aanvoelt dan dat ik nu dacht. Wij gaan lekker verder uitrusten, bijkomen, ontprikkelen. Een beetje hoofdwerken tussendoor. En ja, dankjewel weer voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Pieter, ja? Hoe zeggen jouw YouTubers dat altijd? Wat moeten de mensen dan doen? Like als je een telefoon wilt en reageer als je een spin in je bed wilt. Wat? Like als je een telefoon wil? En reageer als je een spin in je bed wil? Ja. Maar niemand wil een spin in zijn bed, toch? Dan gaan ze niet reageren. Of moeten de mensen reageren op de vraag of ze een spin in hun bed willen? Ja. Oké. Okay. Nou, zo doen moderne YouTubers dat dus blijkbaar. Dus reageer op de vraag of je een spin in je bed wil of niet. Nee hoor, maar een leuke reactie achterlaten is altijd heel fijn. Dankjewel voor het kijken en tot in de volgende vlog waar ik weer rustig ga zitten. En met jullie even bij ga praten over mijn breiwerkjes. Hopelijk vond je het een leuke video. Doei!